Jasper Sillissen is door de supporters verkozen tot Ajax-ziet van het jaar. De doelman won net als vorig seizoen de Rinus Michels trofee. Uit handen van de supportersvereniging Ajax ontving hij de prijs. Nou Jasper, ik had hier liever gestaan als Bert van Oostveen met een mooie schaal. Ja. Zo is dat. Maar desondanks vind ik wel, dit is een prijs die ik hier in mijn handen heb, die van de supporters is. En die is voor de Ajax-ziet van het jaar. Nou, die verdien je niet zomaar. Dat is natuurlijk door je goede prestaties. Mensen hebben gestemd op ajaxlive.nl. En hebben gezien dat jij in ieder geval 18 keer de nul hebt gehouden. Dus dat lijkt me een hele goede topprestatie in ieder geval. Ja, statistisch gezien is het een goed jaar. Alleen ik had liever ook op het podium deze prijs gekregen. Maar dat is helaas niet. Logisch. Met je collega's natuurlijk, hè, want verdedigen doe je met z'n allen. Zeg maar. Ja. Dus hij is ook een beetje toch voor je collega's. Ja. Uniek is ook dat weinig Ajax-ieden twee keer achter elkaar hebben gewonnen. En daarmee schraai je dus eigenlijk in een rijtje met Luis Suarez. Nou, dat lijkt me niet de minste. Nee, zeker niet. Luis, volgens mij ook wat ik gezien heb, tot Maarten ook twee keer gewonnen. Dus, in Kivu. Ja, maar twee keer achter elkaar, dat is maar twee gegeven. En dat ben jij en dat is Luis, zeg maar. Nou, heel veel sterkte met alles wat je gaat doen. Ja, je hebt hem terecht gewonnen. Alsjeblieft. Voor op twee op de schoorsteenmantel naast elkaar. Dankjewel. Alsjeblieft, man. Dus, het blijft een hele eer om hem natuurlijk weer te winnen. En wat ik al gezegd heb, in de winter, ik zou het liefst met twee prijzen. Dat is het. Dus laten we hopen dat we volgend jaar in de schaal staan. Het is heel speciaal dat je door de supporters gekozen wordt als Ajax-ziet van het jaar. Alleen wat ik al gezegd heb, ik had liever met een schaal gestaan dan met Ajax-ziet van het jaar. Verzacht het de pijn wel enigszins? Uiteindelijk wel, maar wat Davy natuurlijk ook als speler van de gouden schoen, daar heb je nu niet zoveel aan. Volgend jaar kijk ik denk ja, dat is toch lekker. Alleen nu is het nog even zuur. Het is het tweede jaar op rij dat je wint. Alleen Luis Suarez heeft dat eerder gedaan. Dat zegt ook wel wat. Ja, dat maakt je wel extra speciaal. Alleen wat ik zeg, van dat gevoel heb je nu nog niet. Alleen dat komt hopelijk later. Als team kijken jullie terug op een vervelend jaar, een slecht jaar uiteindelijk zonder prijzen. Maar hoe kijk je persoonlijk terug op je eigen jaar? Ja, ook niet positief, laten we heel eerlijk zijn. Er zijn te veel momenten geweest waarop het niet liep en ook zelf niet. En dan maakt het wel speciaal dat je dan toch nog die prijs van de supporters krijgt. Alleen voor mezelf is het geen topjaar geweest. Statistisch gezien wel natuurlijk met het percentage die je gehaald hebt. Alleen voor je gevoel niet. Want over welke momenten heb je het dan? Over wat soort momenten? Nou ja, goed, kijk ook natuurlijk Nederland zelf wel speelt daar ook een rol in. Dat we het EK niet gehaald hebben. We hebben Europees niet overwinterd. En er zijn te veel schoonheidsfoutjes geweest. Zo eerlijk moet ik gewoon zijn. Toch, het is wel een mooie eer. Het is je tweede prijs. Ga je er wat moois mee doen? Hij komt naast de handen te staan. Dus een mooi plekje voor zoeken. Waar stond die? Die staat in Groesbeek bij mijn ouders. Dus mijn moeder en mijn vader zorgen er goed voor. Hebben ze er alle twee eentje op een nachtkastje. I promise to build a new